Dag, fijn dat u weer kijkt naar deze nieuwe video van Art & Leisure. Vandaag neem ik u heel graag mee naar een van de meest indrukwekkende werken die ik ooit live heb mogen zien. En dat was Het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci. Het Laatste Avondmaal is een zeer bijzonder werk. Het raakt mensen tot op de dag van vandaag als zij Cenacolo bezoeken in Milaan. Maar het is ook bijzonder omdat Leonardo hier een aantal vernieuwingen doorvoerde. En daarover wil ik het met u hebben in deze video. Maar eerst neem ik u mee naar de locatie waarvoor Leonardo dit werk maakte. En dat was het Dominicaner klooster van Santa Maria della Grazia in Milaan. Hoewel de monniken de opdracht hadden gegeven voor het maken van de kerk, werd dat ontwerp uiteindelijk aangepast door Donato Bramante in opdracht van de hertog van Milaan, van Ludovico Sforza, die besloten had dat dit de plek moest worden voor zijn familiegraf. Ludovico was ook degene die Leonardo da Vinci de opdracht gaf voor het maken van een muurschildering van Het Laatste Avondmaal. En dat zien we tot op de dag van vandaag terug. Boven Het Laatste Avondmaal ziet u immers de wapenschilden van de Sforza's afgebeeld. Maar wie was Ludovico Sforza eigenlijk? Ludovico Sforza was op een iets wat dubieuze wijze aan de macht gekomen in Milaan. Hij probeerde dat echter te compenseren door zijn naam te verbinden aan diverse kunstprojecten, zoals gebouwen of beeldhouwwerken en natuurlijk ook schilderingen, waaronder Het Laatste Avondmaal. En hij omringde zich dus ook heel graag met kunstenaars en tot die kring hoorde ook Leonardo. En we kennen van Leonardo een brief uit die periode, die hij schreef aan de hertog van Milaan. En het opvallende is dat hij daarin vooral zijn kwaliteiten als ingenieur en als ontwerper van militair wapentuig beschrijft, benadrukt. En pas helemaal aan het einde geeft hij aan dat hij ook vaardigheden heeft als schilder. En dat is natuurlijk wel heel opvallend, omdat wij hem nu vooral toch kennen als schilder. Maar het was genoeg voor Ludovico Sforza om hem de opdracht te geven voor Het Laatste Avondmaal. Het Laatste Avondmaal is een van de meest geliefde verhalen uit het Nieuwe Testament. Het is veelvuldig afgebeeld en het is ook in alle vier de evangelies terug te lezen, uiteraard met onderlinge verschillen. Als we kijken naar de voorstelling, waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over de paasmaaltijd, die Christus geniet samen met zijn 12 discipelen aan de vooravond van zijn arrestatie, zijn terechtstelling en uiteindelijk zijn kruisdood. En we zien Christus dan ook hier in het midden afgebeeld. We zien hem gelaten naar beneden kijken. Ik zou zeggen berustend in zijn lot. En om hem heen zien we de 12 apostelen, gegroepeerd in groepjes van 3, terwijl ze veel emotie tonen. En dat is een van die grote vernieuwingen die Leonardo doorvoerde. De voorstelling van Het Laatste Avondmaal heeft 2 belangrijke elementen daarin. Het eerste is de instelling van de Eucharistie. Het delen van brood en wijn. En het tweede is het moment dat Christus tegen zijn discipelen zegt dat één van hen hem zal verraden. En dat is ook wat vooral wordt weergegeven. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze voorstelling van Andrea del Castagno. Daarin ziet u dat het heel duidelijk gaat over de apostelen. En het is inmiddels duidelijk geworden wie die verrader is, wie Christus bedoelde. Want dat was immers Judas Iscariot. En we hoeven niet te twijfelen over wie Judas hier eigenlijk is, waar die zich bevindt. Hij zit letterlijk apart van de groep aan de andere kant van de tafel. En u kunt zich voorstellen dat dit best een emotioneel geladen moment is. En toch zien we dat de emoties bij die apostelen niet heel erg sterk aanwezig zijn. En als ze aanwezig zijn, dan zijn ze redelijk verstild. Leonardo vond ze blijkbaar niet overtuigend genoeg. En hij haalt het naar onze menselijke staat.
En daarmee bedoel ik dat hij gaat kijken hoe echte menselijke emoties weergegeven worden. Een beetje zoals wij zouden reageren als een van onze vrienden aan de paasmaaltijd diezelfde boodschap zou hebben. Een van jullie gaat mij verraden. Misschien reageert u wel zoals Andreas in de linker afbeelding met zijn handen omhoog. Ik was het niet. Of misschien reageert u wel zoals Matthäus en wijst u met uw handen naar degene die de boodschap overbrengt en kijkt u naar uw vrienden aan de andere kant, als het ware alsof u zegt, wat zegt hij nou? Dat zijn menselijke emoties en die zien we tot dat moment in feite nog niet in deze voorstelling. Leonardo legt dus de nadruk op de menselijke emotie. En dat is ook iets wat we terug zien komen in het evangelie van Johannes. Wat ook opvallend is, is dat Judas bij de groep zit. Het is dus het moment meteen nadat Christus die beschuldiging uit. Er is nog onzekerheid over wie die verrader is. En hij bevindt zich nog tussen de apostelen. En hoewel die aan diezelfde kant van de tafel zit, is het absoluut duidelijk wie die Judas dan is. U ziet namelijk dat hij een andere huidskleur heeft. Dat hij weinig emotie vertoont. Hij hoeft ook niet, want hij weet dat het over hem gaat. En zijn gezicht is weggedraaid en in schaduwen gehuld. En we weten dat Leonardo echt problemen had, wat moeite had om die Judas-figuur te vinden. Want hoe ziet een verrader er dan uit? Uiteindelijk weet hij hem te vinden en beeldt hij de verrader hier af eerst in een rood krijttekening aan de linkerkant. Prachtige voorstelling. Er doet ook een verhaal de ronde dat hij de neiging had om de prior misschien wel als Judas te gaan gebruiken. Omdat die prior volgens de overlevering constant die refter inkwam, die eetzaal inkwam, te kijken of het al af was. En dan zag hij dat het weer niet af was. En dan had hij weer gehoord dat Leonardo alleen maar één penseelstreekje was komen zitten in de middag en dan weer naar huis was gegaan. En hij raakte zo gefrustreerd dat hij naar Ludovico Sforza stapte. En Sforza, die vroeg hij om Leonardo op het matje te roepen. En zo geschiedde. En Leonardo kwam bij Ludovico, luistert naar de kritiek en zegt dan, creativiteit laat zich niet haasten. Maar hij gaf ook aan, volgens die overlevering, dat hij wat moeite had met die Judas-figuur. Maar dat wellicht dat probleem inmiddels opgelost was, want dan kon hij de prior daarvoor gebruiken. Naast Judas in deze voorstelling zien wij Petrus en Johannes de evangelist, de jongste en geliefde apostel van Christus. En wat u hier ziet, is Petrus die Johannes bij zijn schouder pakt en hem ietsje naar achter trekt om hem te vragen om bij de Heer te gaan informeren wie die verrader dan zou moeten zijn. En ook dat lezen we terug in het evangelie van Johannes. Dus we zien dat er emoties zijn toegevoegd door Leonardo. Echte menselijke emoties. En die emoties zorgen ervoor dat het werk ons nog steeds raakt. Een andere vernieuwing die Leonardo doorvoerde, was de techniek die hij gebruikte. Normaal gesproken werd voor een muurschildering de fresco-techniek gebruikt, waarin natte pigmenten op een natte pleisterlaag werden aangebracht. De kleuren werden daardoor verankerd in de muur. Maar het was ook redelijk beperkend. De pleisterlaag bleef maar zo lang nat. En daarna moest dat stukje klaar zijn. Leonardo besluit om een secco-techniek te hanteren, waarbij natte pigmenten op een droge ondergrond worden aangebracht. En hij maakt een grondering, hij legt daar een laag met loodwit overheen en gaat vervolgens als het ware een paneelschildering aan het werk op die muur. Hij gebruikt tempera op eibasis. Hij gebruikt olieverf. En hoewel het effect waarschijnlijk voor hem perfect was. Hij kon werken zoals hij wilde werken. Met een eindresultaat zoals hij dat voor ogen had. Maar helaas was het geen lang leven beschoren. Want al tijdens het leven van Leonardo
horen we de eerste signalen dat het werk aan het afbrokkelen is. Dat de verflaag aan het afbladderen is. En dat werd uiteraard alleen maar erger. En wellicht is het inmiddels opgevallen dat de voeten van Christus verdwenen zijn, net als de voeten van andere apostelen. Er is een deur geplaatst in de 17e eeuw. Dat doe je niet als het werk in prachtige, perfecte staat is. Het geeft aan hoe slecht de staat van de muurschildering op dat moment al was. En later krijgen we te maken met allerlei restauraties die geprobeerd hebben om dat werk in zijn oude glorie te herstellen. Maar helaas deden ze vaak meer slecht dan goed. En wat ook niet heel erg hielp, was het feit dat er een bombardement plaatsvond op de Santa Maria delle Grazie. Kijk naar de verwoesting. Maar gelukkig kon het laatste avondmaal gered worden door er zandzakken voor te zetten. Onwaarschijnlijk dat het zo goed gelukt is om het bewaard te houden. En uiteindelijk leidde dat tot een laatste restauratie, de laatste tot op dit moment. En die restauratie die vond plaats tussen 1977 en 1999. Een grootschalige restauratie, waarbij de sporen van eerdere restauraties die meer slecht dan goed hadden gedaan, zoveel mogelijk zijn verwijderd. En waarbij getracht is om het werk terug te brengen naar de beste oorspronkelijke staat die het kan hebben. En dat is dit. En ik ga u heel eerlijk zeggen, voor mij was dat ook de reden dat ik toch zo geraakt werd toen ik uiteindelijk na vele jaren praten over het laatste avondmaal daadwerkelijk naar het Cenacolo ging. Naar die refter om het werk te bekijken. De tranen schoten me in de ogen toen ik zag hoe slecht de staat van het werk was. En vooral als je dan beseft dat dit de beste staat van het werk is dat het in eeuwen heeft gehad. En ondertussen blijf je ook dat gevoel van kracht ervaren. En dat is zo wonderbaarlijk. Het is nog steeds een krachtige voorstelling die heel veel indruk maakt. En dat hebben we echt te danken aan de grootheid van Leonardo da Vinci. Ik hoop dat u geïnspireerd bent geraakt door deze video. Dank u wel voor het kijken. Ik zie u heel graag een volgende keer weer terug. Mocht u nou geen enkele video willen missen, abonneer u dan vooral ook op dit YouTube-kanaal. Tot een volgende keer!